Oeh. Shit. Makkers, makkerinnetjes, welkom terug bij Rust. Vandaag... Hallo? Oh, oké, ja, goedemiddag. Als je naar buiten loopt, niet verschrikken, er is een wipe geweest, dit is een nieuwe map. Ja, ja, nee, dat was ik we van op de hoogte. We hebben eigenlijk ook wel iets... Oh, oké, okay. En ik denk, we hebben ook iets leuks gevonden voor jou. Omdat hier een no-raid zone op staat, hebben we een soort van postkantoortje gebouwd, waar mensen hun brieven kunnen deponeren. En dan brengen wij na een tijdje, dus één keer in de week of twee keer, alle briefjes naar je Dropbox. Zodat je nog altijd interactie hebt met je kijkers in-game. Oké, okay, klinkt goed. Ja, ik heb hier een briefje gemaakt met de uitleg. Ik heb die ene van je kistjes gelegd. Deze. Oké, okay, dan zal ik die even nagaan. Uitleggen zo goed. Yes, oké, okay. Dankjewel. Nou ja, je hoort de man. Dik spoiler alert, ik wilde het eigenlijk zelf zeggen. Er is een nieuwe map, hey, welkom. Ik heb geen idee überhaupt waar ik zelf zit. Maar de sneeuw is nu beneden. Woestijn is een beetje meer linksboven. Nou, dat was op zich al zo, maar de satellite dish zit nu bijvoorbeeld hier. En de launch site zit hier. Terwijl de launch site eerst daar zat, maar de launch site zit... Nee, de vorige keer zat de launch site in sneeuw. En nu zit hij in een warm gebied. Oké. Okay. En ik zit blijkbaar hier. Oké. Okay. Daar kunnen wij wel mee leven. Alleen het klote is dat... hier is het briefje. No raid zone, mensen in de buurt. Briefje achterlaten, TDA, postbode aangenomen. Briefjes van kijkers te verzamelen en in je Dropbox te leggen. Okidoki. Nou ja, klinkt goed. Fair enough. Ja, daar zijn we nu van op de hoogte, dus die ruimte kan ik wel gebruiken. Goed. Oké, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe ziet de buitenkant er nou daadwerkelijk uit? Aha. I see. Yes. En is dit dan de postbode? Oh, wacht. Dit zijn hele oude plaatjes van mij. Even kijken. Contact ons voor free fuses. Ik weet niet wat er staat. Geert Wilders, PVV dingetjes. Geinig. Ja, ik zit echt, waarom de fuck pak je dan echt foto's uit 2014 vandaan of zo, weet je? Ik ben nu al een hele lange tijd een blonde knaap. En alsnog worden die plaatjes erbij gepakt. Oh. Goed, hoe dan ook. Aangezien wij natuurlijk nu in de woestijn zitten... Is het wel handig als wij gear pakken wat zeg maar de hitte tegengaat. Dus dat is bijvoorbeeld dit. Er staat de cold min 8. Dat kunnen we wel gebruiken. Wat betreft de bandana weet ik niet of ik die echt kan dragen. Misschien op deze manier. Ja, yeah, this'll do. What the hell? Dons briefjes die post. Die zitten helemaal daar. Oké. Okay. Nou ja, als er toch een postbode is, dan vind ik dat wel prima. Geinig idee. Wist ik niet. Dus leuk bedacht. I like it. Ja, we gaan gewoon eens even rondkijken. Oeh, wacht. Laat me ook even de oven aanzetten. Ik heb vast nog wel... Hier heb ik wat metaal. Heb ik nog wat ongekookt zilver. Ik zie niet zo gauw 1, 2, 3 iets. Nou, prima. Pakken we nog een klein beetje hout. Zo. Misschien is er ook iets van een... Wacht. Rust. Forge calculator. Smelting calculator, dat is het. Moet ik eens even gaan rekenen hoeveel er hier nou uiteindelijk helemaal in zit. Dan haal ik even alles eruit. Oké, okay, dat komt dus neer op 10.000, 11.000 en 675. 11.675. Dat kost 58.000 hout. Ja, dat is wel een beetje veel. Dus we beginnen hier maar gewoon mee. En de rest die gooi ik wel gewoon weer even in een kistje. Want ja, jezus. Kost wel erg... Oh, kijk aan. Hey, ik hoef nu niet meer zo'n gekke sprong hierop te maken om eruit aan de uit te komen. Het is fixed. Nice. Dat is een geinig pluspuntje. Wacht, laten we anders deze resources even in die andere kist doen. Want ik word er helemaal koekwous van. Dat deze kist eigenlijk bijna vol zit. En aangezien dit toch onder resources valt. Huppa. Oké, nu we dat hebben georganiseerd, dan kunnen wij nu een beetje in de omgeving gaan kijken. Ik stel voor dat we gewoon een beetje richting de launch site gaan. Om gewoon nog steeds onze jacht naar
hoe heet het, die pokken dingen, die fuses te verwezenlijken. Want dat, oh hemeltje, er staat daar een knaap. Och, misschien kunnen we die wel gewoon... Dat was echt even kloten, want ik kreeg een lag spike op dat moment. Echt heel kloot, hè? Maar op zich, ik ben dicht bij mijn hokje, dus ik hoef niet denderend veel medical supplies te gebruiken. Die bow die mag erin stikken. Oh, dan pak ik hem alsnog op. Yeet. Yeet. En yeet. Lekker scrappies, touwtjes, et cetera. Ik heb echt zoveel touw. En zoveel gebruik ik het niet. Tenminste, ja, dat is ook een beetje het voordeel natuurlijk aan de situatie waar ik in zit. Als in dat mijn basis wordt behouden, dus mijn spullen worden ook behouden. Maar ja, hey, luister. Ik kan mezelf gewoon verantwoorden daarvoor. Ik speel gewoon niet zoveel als jullie, oké? Okay? En om nou elke keer te beginnen van... Kijk mannen, ik heb een boog. Ik heb een pickaxe. Ja, dan zit je op een gegeven moment ook van... Koekoek, dat heb ik inmiddels wel gezien. Ik heb het nog steeds te heet. Misschien komt het door dit vest. Misschien kan ik zo'n kort broekje aandoen. Oh, wacht. Rug bearskin blueprint. Dat kost 100 leather. Ik weet niet hoeveel leather wij hebben, maar... Dat kan zeker wel van toepassing komen. Ik weet even niet op welke manier, maar... want dan moet ik ook even mijn leather vinden. Leather. Wacht, zat dat niet hierin? Hier. Ja, oké. Okay. Stel, wij willen er 2 maken. Dan hebben we natuurlijk 200 nodig. Oké, okay, het kost 15 seconden per stuk. Kijk, als ik hier dan eentje neer kan leggen, dan gaan we nog sneller wat betreft het comfort. Ook al kan ik hier wel staan en dan tikt hij uiteindelijk wel de 100% aan. Maar, hè? Want nou als ik gewoon overal bear rugs neerleg, dat overal waar ik loop, dat ik heel veel comfort heb. Oké, okay, eens even kijken. Dat past hier. Klik. En dat past hier. Zo. Oké, okay, als ik erop ga staan, hoeveel comfort krijg ik dan? 25 maar? Dat is toch wel treurig. Huh. Nou, had ik net zo goed aan deze muurrugs kunnen behouden. Goed, hoe dan ook. We zijn weer voorzien van volledig HP, dus dat is goed. Laten we die kant op gaan. Kijk, de vorige keer dat ik bezig was met die red puzzle... dat was toen bij de launch site verderop. De vorige keer dat ik daarmee bezig was, was het in een koud gebied. En toen, dat hielp ook niet echt aan het, zeg maar, de quest behalen om me in leven te houden. Achteraf gezien heb ik het ook wel een beetje verkeerd aangepakt. Jezus, dat is al een grote basis voor zo'n korte periode. Maar dat zal nu vast beter gaan nu het in een wat warmer gebied zit. Lijkt me. Als ik me gewoon wat meer aankleed met van die metalen troepjes en gewoon een kort broekje aandoe... Dan zal dat vast wel goed moeten komen. Nu besef ik me ook van... Shite, ik heb mijn hazmat suit niet bij me. Hallo willekeurig hockey. We zijn wederom weer een launch site. Ik heb nu even kort broekje aangedaan. Ik heb mijn hazmat suit mee. Dus dat moet dan wel goed komen, zou je zeggen. Tenzij ik er al met mijn huidige outfit doorheen kan lopen. Maar ik betwijfel het. Aangezien de radiation momenteel in zal kicken... Dat is altijd een beetje vervelend, dan blijft hij gewoon ronken. Tot nu toe ziet het nog oké uit. Yes. Ah, nee, daar hebben we het. Woep. Helaas is dan gelijk onze halve inventaris gevuld met die nonsens. Dus moeten we even die appeltjes wegdieven. Oh, shit, dat is de tank. Ik vroeg me al af waar die was. Jeebus. Dat was al een beetje een onheilspellend scenario. Waarbij ik zat van, hey, tank. Moest er niet een tank zijn? Hello? Tank? Ik weet niet welke kant hij op rijdt. Eens even kijken. Hoe moeten we dit ook doen? Want mijn inventaris zit nu een beetje vol. Zoals het er naar uitziet, is hij die andere kant op gegaan. Ik weet niet of je die tank kan killen. Maar dan lijkt me wel eens een keer geinig om dat in de toekomst te doen met mannen. Wellicht. We gaan er een keer naar kijken. Ondertussen zijn wij aangekomen hier. Gaan we even op zoek naar... De loot. Allee, op. Handmade site. Ja, die heb ik al. Maar vooruit. Ik had trouwens de admins er nog even over gesproken. Over het
zeer grote gebrek aan fuses. Ik denk dat ze de spanrate ervan hebben verhoogd. Tenminste, dat zeiden ze tegen me. Ik weet niet of dat al is ingevoerd, maar... Dus nu is onze hoop wat hoger om wat fuses te vinden. Want ja, anders kunnen we gewoon die puzzeltjes niet meer doen. En dat zou ook wel heel erg zonde zijn. Hallo tankmensen. Is de tank hier dichtbij? Twee kisten. Jackpot. I like me some jackpots. Maar hoe moeilijk kan het zijn om gewoon een fuse te vinden? Ouwe, ik weet dat jullie er inmiddels ook gewoon scheidziek van worden. Om gewoon me constant over die pokken fuses te horen. En ik ben het zelf ook gewoon een beetje zat. Ik wil fuses. Ik heb het gevoel dat ik... Ah, ik dacht dat ik hier al beneden was geweest. Maar blijkbaar nog niet. Hero, jackpot. Ik heb ook echt heel veel van deze. Weet je? Ik heb ook al best wel veel van deze. Fuck it. Tuna can. Neem die mee. Het zit erboven. Oh, er zat een pickaxe in. Die ik eventjes niet vast kan houden. Misschien vanaf hier. Thank you. Sure. Als zit je inventaris vol, moet je echt keuzes maken. Misschien dat ik ook gewoon niet die ene standaard outfit mee moet nemen. Maar gewoon direct met de hazmat suit hier naartoe moeten rennen. Want dan zit ik ook een beetje van... Ja, heel leuk. Maar mijn inventaris zit vol. Dus flikker maar op. Doe! Sweet bejeebus. Hero? Wordt daar nou geschoten? Of was dat de tank? Of was de tank daar? Oh god. Hello? Is anybody there? Oeh. Footsteps. Daar. Shit. Dat waren twee hele goede hits. Ik hou van hits. Kan ik hier... Oh, fuck me. Dat krijg je ervan! Noe, man. Treurig dit, treurig. Oh, is dit de enige echte don? Ja, er zullen wel meerdere donnen zijn, maar vooruit, ja. Luister, shit. Als jij mij omhoog helpt, dan krijg je wat van me. Nou, ik hoef niks, joh. Godverdomme, je maakt me bang, man. Ja, ik probeerde twee schoten in je nek, maar het was net niet voldoende. Hoeveel HP had je toen nog? 30 of zo. Oh, shit, man. Er zit echt nog één hit. Nee, goed gespeeld, man. Sowieso. Hey, ga je de keycard doen? Nee, man. Ik zoek nog steeds electrical fuses. Dus, en dat lukt me gewoon maar niet. Ik kan ze nog steeds niet... Rot op, wat is dit? Hoe kom je hieraan? We hebben er een stuk of 30 liggen. Maar hoe dan? Ik zit echt gewoon kisten af te speuren en ik kom er maar gewoon niet achter. De key zijn, I guess. Ja, als het goed is, is de spawn wel verhoogd volgens de admins. Maar alsnog, ik heb echt kisten af zitten speuren en gewoon zo'n ongeluk. Ah, feels bad. Maar als je de keycard wil doen... Oh, nou ja. Heb jij die shit bij? Ik ben bereid om jou een keycardje te geven. Nee, de rode heb ik al. De rode heb ik al. Dus die mag je gewoon zelf behouden. Het is gewoon dat die fuses mijn nekken. Oh, oké. Ja, je mag het van mij nu ook wel doen, hoor. Ja, ik wij heb zijn best even... in game, dus we hebben niet echt iets nodig. Oh shit, sta jij op het punt om te doen? Ja, eigenlijk wel. Oké, heb je iets van, weet ik veel, 5 minuten? Dan drop ik even mijn nutteloze shit in mijn basis en dan kom ik terug. Is helemaal goed, joh. Oké, cool. Even kijken, anders is het handig als je... Nou, gewoon bij die eerste plek dat we daar verzamelen. Of was je er al mee bezig? Niet echt. Oké, dan zie ik je anders wel bij dat eerste hokje, oké? Is helemaal goed. Koekel, tot zo. Hey, dat was wel een lekkere battle, maatjes. Dat hij uiteindelijk... Schiet hij me voor mijn bek. Gelukkig heb ik mijn stemmetje dan mee, weet je. Want eigenlijk zou hij me gewoon ijskoud af moeten maken. Ik had het hem ook wel gegund van, weet je. Schiet me maar af. You got me. Maar, te vergeefs om het zo maar even te zeggen. Oké, wat hadden we nodig? We hadden pleuris veel water nodig. Ik neem voor de zekerheid dan wel... Tenminste, hij had heel veel fuses. Maar dan neem ik voor mezelf dan ook wel gewoon 1 fuse mee. Voor als het nog nodig is. Hey, moet je kijken hoeveel fucking luchttanks ik heb. Ja, een beetje veel. Laten we even snel onze spullen droppen. Want dan kunnen we gelijk onze actie voortzetten.
Even kijken. Water moet ik meenemen. Ik weet niet hoeveel water ik mee moet nemen. Want we zullen er wel snel doorheen jagen. Pickaxes zul ik niet nodig hebben. Ik kom ook gewoon ruimte tekort voor die troep. Fuck it, ik doe het wel. In deze kist. Yeah, 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 yeah. Wat heb ik nodig? Anti-red pill. Zal ik nog even één anti-red pill meenemen? En ik geloof dat hij de kaarten had. Dus. I think we Gucci with this, Madodi. Oké, dan moeten we nu als de vide weer terug gaan sprinten. Want die knaap staat op ons te wachten. En ik moet even weten waar ook weer het eerste punt was. Het was een van de hokjes waar ik net al in stond. Green building labeled O11. Oké, die moet ik hebben. Ook al ben ik niet 100 HP, ik ben 91 HP. Maar ik heb wel zeg maar vol vertrouwen dat, dat we het nu wel gaan halen. Dat wij het nu wel gaan halen, natuurlijk met de knaap erbij. Want dan kunnen we er ook sneller doorheen rennen. Hij zal er ongetwijfeld meer ervaring mee hebben dan wij. Splitten we de loot gewoon en hebben we het prima naar ons zin. Even kijken, was het niet dat hokje of zo? Die? I don't know. Het is één van die groene hokjes in ieder geval. En uiteindelijk moest je dan bij dit gele ding moest je naar beneden toe. En dan moest je een sprong maken. En dan moeten we ook gewoon hopen dat we die sprong maken. Volgens mij was het hier. Ja. Ik geloof dat dat een hokje is. Eén van die twee groene. Woe! Zou dat onze knaap zijn? Oh, kak. Ik stelde voor dat we hier zouden ontmoeten. Oh. Ja, dit is hem. D11. Hallo? Shit, hij heeft hem al aangezet. Hij is al verder gegaan. No, wait for me. Moet even kijken of ik het nog uit mijn hoofd weet, hoor. Dan moest je nog een hokje doen, geloof ik. Flip the switch. Metal ramp. En dan moest je naar beneden toe. Oké. Ik geloof dat hij dan... Volgens mij is dit het hokje met de metal ramp. Alleen de tank zit er ook. Hallo? Oké, de tank is er niet. Oké, dit is de metal ramp. Moeten we even kijken of die er ook al in zit. Dat was hier. En dan is het even donker. En op een gegeven moment licht. Hey. Staat deze al aan? Nee, deze staat nog uit. Turn on. Oké. Die staat nu aan. Ik weet niet waar die heen is. Dat is een beetje het klote eraan. Dan hadden we dit grote gele ding. Tenminste, ja, ik kan wel heel leuk naar die deur toe lopen. Maar ik heb de keycard natuurlijk niet. Of tenminste, niet bij me. Dat heeft die andere guy. Oké, naar beneden. En dan hier naar beneden. En dan moeten we deze sprong maken. Oh, kijk, de deur staat al open. Oh! Auw! Damn it! Ik blijf dat een lastige sprong vinden. Nou, dit is kak. Dan was dit nog een andere sprong. Yo, ben jij al binnen? Geen reactie. Dat plan valt even in duigen. Ik ben inmiddels weer terug. Even kijken, dit is die lege diving tank. Fuck die electrical fuse. Ik kon die guy niet meer vinden. Dus dat was een beetje zonde. Dus eigenlijk, ik weet niet hoeveel fuses ik voor dit nodig heb. 2 fuses. Maar dan zijn het ook gelijk mijn laatste fuses. En dan wil ik dat eigenlijk op een punt doen dat het iets rustiger op de server is. Ik heb nu wel 3 fuses. Dat is positief. Meer fuses zijn daarentegen altijd welkom. Wat we daarnaast eigenlijk kunnen doen, is gewoon deze kleine fuse gebruiken en dan even een green gaan doen, zodat we ook meer blauwe kaarten hebben. En van blauwe kaarten kunnen we dan meer rode kaarten maken, et cetera. Alleen, aangezien de map nu veranderd is, moet ik even kijken wat het meest dichtbij is. We hebben natuurlijk een launch site. Satellite dish, stone quarry, bandit camp, train yards. Water treatment plant. Best wel veel eigenlijk. Gas stations. Gas stations hebben volgens mij niks. Oké, laten we eens even kijken. We hebben een satellite dish. Harbor 1. Oh, zitten knapen voor de deur. Ik heb mijn voice chat blijkbaar nog aan. Hoe dan ook. Harbor zit hier rechts. En ik wil zeggen hier linksonder. Er zijn meestal 2 harbors. Ah, hier beneden onder het logootje. Oh, wauw. Dat is echt heel slecht te zien. Oké. Sewer branch. Zit volgens mij niet dichtbij. Ja, er zit hier midden in het sneeuwgebied. Dat is niet dichtbij. Ik weet overigens ook niet waar mijn tweede hokje zit. Ik ben nog niet dood gegaan. Dus aangezien mijn homes niet werken, kan ik niet even snel daar naartoe tp'en.
Maar wat betreft de green cards, denk ik dat het handigste is dat wij de satellite dish gaan doen. Zitten twee kistjes in. Laten we dat maar wel gewoon doen. Daarvoor hebben we nodig 1 green card, 1 electrical fuse. Dat is die en dat is die. Alhoewel, we nemen wel een crackkaartje mee. Dan gaan we hopen dat we daar meer fuses uit kunnen halen. En gewoon algemene loot. Dit is wel echt de ultieme helm tegen de hitte. Alleen, het is een beetje kloten, want je ziet zo weinig. Er wordt even gehakt voor mijn deur. Moet ik even gewoon even shoo. Of ik kan wel een waarschuwingsschot lossen. Dat is misschien ook wel een idee. Eens even kijken. Hey, knapies. Geen knapies? Waar zijn dan de knapies? Zeer groot gebrek aan knapies. Terwijl ik juist zat van, ik hoorde hier... Sweet bejeebus! Waar? Tyfus, Jantje! Nee, wil je maar alsjeblieft niet gaan lastigvallen ofzo? Dankjewel. De admin duikt er ook gewoon gelijk bovenop. En hij kijkt een beetje. Ja, ik mag toch wel kijken? Sorry, ik laat hem al. Ik wil farmen, man. Sorry, Dorn. Geen probleem, maatje. Alleen, je begon gelijk te schieten, joh. Even kijken. Satellite dish. Ja. Ik hoor hem achter me aanlopen. Meh. Of hij is die dingetjes aan het slopen. Doet zijn ding maar. Zolang je me niet... Wat zeg je? Dat zijn mijn spullen daar ook. Waarom? Die barrels. Ja, doe je ding. Je mag ze hebben. Je schiet me niet neer, hè? Nee. Maar ik doe mijn wapen anders wel weg. Ik was van plan naar de satellite dish te gaan. Nice. Oké. Hey, nou, doe je ding. Veel plezier. Joejoe. Nou, het zijn best aardige knapen. Hebben jullie daadwerkelijk geleerd om gewoon in plaats van iemand gelijk voor zijn bek te schieten? Dit is heel tegenstrijdig wat ik nu zeg. Want ik ben juist degene die als eerst schoot in deze aflevering. En dan vervolgens voor mijn bek werd geschoten. Goed. Dus, lekker hypocriet. Vaker doen. Wat de hel is dit? Heavy 556 rifle ammo? Wauw. Ik wist geen eens dat dat een ding was, joh. Tenminste, volgens mij zag ik wel eerder heavy pistol ammo. Maar die zal ongetwijfeld dan dezelfde eigenschappen als dit hebben. Als in meer damage, kan over grotere afstand, less drop, bla 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 bla. Vet. Ik weet, dit is waarschijnlijk echt high-end shit. Oeh, hey, er staat weer een knaap. Ik wil, als ik die ga aanvallen... Oh god, dat zijn 2 knapen. Misschien er toch maar even omheen lopen, want ze hebben volautomatische gunnus. Is er niet iets van een bolt-action sniper rifle of zoiets? Dat zou toch wel echt clean zijn. Zeker tegen zulke soort knapen. Van een blauwpakkige knapen. Er is een wipe geweest, dus ik moet ook weer even blueprints aanleren. Want ik, ja. Maar die zitten als het goed is gewoon in mijn kistje. Dus die kan ik gewoon aanleren wanneer ik wil. Ah! Jesus, ik wist niet dat jij gelijk ging aanvallen. Kom terug. Hier, dan hak ik je ook gelijk helemaal de moeder als je zo gaat doen, hoor. Jesus. Ik was even vergeten dat deze beesten agressief waren. Maar dan ga ik ook gelijk je broertje hakken, hoor. Jeet! Kom dan, kutworm. Ik weet trouwens ook niet. Ja, ik haal er een klof uit, bone fragments, animal fat, et cetera. Maar heb ik dat nodig? Niet zozeer. Ik ben een beetje de oertijd ben ik weer voorbij gegaan. Wat is dit voor hockey? Is dit een klein winkeltje? Of poging tot winkeltje? Want what the fuck is dit, man? Wat is het? Het is sowieso geraid. Dat kunnen we voorop stellen. Wauw. Wat is dit? Het is zo'n roldeur. Interesting. Oké, gelijk zit mijn inventaris al vol voordat ik überhaupt bij die stink, hoe heet het, aankom. Dus dat is al heel erg fijn, dat ik überhaupt al een vol inventaris... Ja, maar ik draag ook te veel troep met me mee. Really? Is dit een hazmat suit gebied? Kak. Wacht, wat waren de hokjes ook weer? Het waren 2... Volgens mij waren het deze 2. Yeah. Oké. Dan moet ik die even paraat hebben. De fusebox heb ik ook. Hey, hoe is het? Die erin. Open.
Moet ik dan nog aanzetten of was dat het? Het zou kunnen zijn dat het al gewoon was. Zip zip, the game. Open. No, excuse you. Moet ik... Oh, wacht. Misschien moet ik deze aanzetten. Dat zou wel handig zijn. Ja. Doe ik het dus even één keer zonder... Oh, oké, daar ging mijn kaart. Maar dan doe ik het één keer zonder handleiding. Gaat gelijk fout. Oh mijn god, wat een troep zit hierin. Gelukkig een blue card halen we eruit, maar... Nou, dat is ook gewoon... Nou, ik dacht hij zit er niet meer in, maar hij zit er wel gewoon in. Ja, dit was niet al te denderend, mannen. Dat kunnen we ook wel even zeggen. Maar ik dacht... Kijk, ik weet niet of je het ziet, maar... Daar zit nog een kistje. Die wil ik eigenlijk nog best wel hebben. Nee, we zitten echt op het punt... En dan had ik eigenlijk gewoon deze loot overschat. Maar we zitten echt op het punt dat... Dat we gewoon minimaal blauw en erboven moeten hebben. Van die military crates moeten we sowieso hebben. Want anders, ja weet je, boeken we geen progressie. Is ook niet zo leuk. Scrap en een shirtje. Ja, dat boeit me niet. Die gitaar boeit me eigenlijk ook niet. Voor de rest is hier niks. Hoe zat het trouwens met het drinken? Ik heb geen jerrycan bij me. Anders kon ik het even tot de proef stellen. De radiation die we krijgen valt er reuze mee. Het is echt puur alleen bij... Bij de satellite dishes zelf. Dat we zitten van... Wat de hel is dat, overigens? Het is gewoon een bonkie hout. Ik hou wel van hout. Weer scrap en weer small water catcher. Ja, dit is geen denderende plek. Het is voornamelijk ook dat je echt zo'n parcoursje moet afleggen voor echt de OG shit. Oké, wacht. Misschien kan het ook gewoon in plaats van een jerrycan, kan het ook gewoon met een flesje water natuurlijk. Ja, we tikken even radiation erbij. Een stuk of 5. En dan gaan we nu een slok nemen. Plop. Oh, dan is het weg. Wauw. Ik wist helemaal niet dat water anti-radiation was, want dat staat ook helemaal niet in de beschrijving. Vandaar dat mensen gewoon echt water zitten te atten alsof er geen morgen meer is. Oké, laten we even kijken of er een blauwe puzzel dichtbij zit. Power plant. Zit niet dichtbij. Ik heb water treatment, launch site en train yard, wat relatief dichtbij zit. Ik denk train yard dan. Water treatment kan eigenlijk ook wel. Dat is misschien wel beter, want dan kunnen we via de outpost lopen naar de water treatment. En ik geloof dat je zelfs naar de outpost toe kan warpen, als ik het goed heb. Oké, wat heb je ervoor nodig? 1 blauwe kaart en 1 fuse. Dat is helemaal niet zoveel. Wauw. Deze ziet er best wel makkelijk uit, eerlijk gezegd. En hier halen we ongeveer 10 crates uit. Estimated loot staat erbij. Dus 4 achter de blast door. Dat is dit eerste hokje. En dan achter de blauwe deur zit alsnog heel wat kistjes. Dus ja, ziet er goed uit. Oké. Ik probeerde erachter te komen hoe dat warpen werkt. Maar kan er niet achter komen. Ik zie hier een hokje met een deur. Maar ja, die staat gewoon op groen. Dus, what the hell? Hey, Pepijn. Misschien is het een idee dat je wel gewoon even je deur op slot doet. Anders kunnen elke minkukel gewoon even naar binnen. Zoals ik nu doe. Electrical Fuse Heaven. Ja, dat is wel erg veel spul. Komt die nu opeens online, weet je? Oh, dan zou ik me echt de touwtiefen schrikken. Oh, je kan ook kisten op slot doen? Wauw. That's interesting. Even kijken, wat wil ik hiervan hebben? Hij heeft veel rope, hij heeft veel van die. Sulfur is altijd welkom. Ja. In zijn eigen inventaris heeft hij nog meer rope. Ja, jezus, pleuren veel rope allemaal. Oh, het zou echt tering grappig zijn als ik mezelf authorize in zijn huisje. En dan kan ik hier gewoon vaker langskomen. Ja, laten we het doen. I want to authorize myself. Shit, er zit een... Oh, wacht, ben ik authorized? Ah, nee, dat was een ander dingetje. Ja, de rest heb ik echt niet nodig. Dit flesje water heb ik eigenlijk ook helemaal niet nodig. Maar hey, dankjewel voor de overmaat aan... Hier, die scrap mag je van me hebben. Ja, oké. Dankjewel voor de veelal... hoe heet het? Maar dit is inderdaad wel echt de manier om het raidproof te maken. Met die driehoekjes. Dat heb ik gezien in een filmpje. Dat echt gewoon de manier zo'n beetje is. Omdat het allemaal heel dicht op elkaar zit. En dat versterkt elkaar of zoiets. I don't know. Maar... Dat blijkt gewoon de manier te zijn. Hey, we hebben zojuist 5 fuses, of 4 fuses erbij. Deze was voor mij nog, die met het minste gebruik. Oh, hey.
Uitstekend. Een fucking boar hier half op de berg. Die zeker nu achter me aan gaat droebadoeren van... Haha, ik ben een boar. Ah, kijk, weet je. Je moet sowieso je deur op slot doen. Dat is altijd wel gewoon veilig om te doen, weet je. Oké, even kijken of dit kan, hoor. Doe ik even hier binnen. Set home, home 3. You can only use a home location and a foundation. Waarschijnlijk heb ik dit al een keer eerder geprobeerd, maar ben ik het gewoon letterlijk vergeten. Hey, ik ben ook maar mens. Ik vergeet ook wel eens dingen. Welkom bij de water treatment plan. Plant, moet ik zeggen. Niet plan, want ze zullen vast wel een plan hebben gehad, maar... Het is een plant. Even kijken, dat is volgens mij het uiteindelijke hokje waar ik naartoe moet. Maar volgens mij moet ik beginnen bij deze... In ieder geval iets met roldeurtjes. Oeh, er zijn meerdere hokjes hier. Hallo. Nou, als dit gewoon een geslaagde run is, dan zie ik mijzelf al vaker richting de water treatment plant gaan. Maar ja, dan zal je zien. En de volgende keer dat ik hier dan probeer te komen, is het opeens weer stervensdruk. En zit ik van, nou weet je wat? Vond het eigenlijk toch helemaal niet zo'n goed idee. Ah, dit zijn de roldeuren. Oké, dan moet ik hier E op inhouden. Ga omhoog, ga omhoog. Ik wil naar binnen. Wiep. Aha. Yes. I see. Een cleaver. Fuck it. Gooi ik mijn oude weg en dan doe ik de nieuwe erin. Nog meer scrap. Barricades. Is wel geinig. Nog een pickaxe erbij. Is ook wel geinig. Bucket heb ik niet nodig. En dat waren de estimated 4 kistjes die hierin zaten. Maar... Ah. Oh, dit is groene deur. Really? Dus je kan met een groene kaart kan je hier naar binnen. Maar je kan het ook gewoon niet doen. Even kijken. Moet ik deze hebben? Upstairs. Fuse in the box. Start the timer. Going that building. Oké, ik moet even kijken welke dat is. Het glas is niet al te duidelijk. Shit. Eentje neer. Het glas blokkeert het schot. Ow. I've been shot. I repeat, I have been shot. Medication. Om de bleed even tegen te gaan. Ik kan het namelijk niet hebben dat als hij hier naartoe kan... Oeh, jemig. Ik moet hem in de smiezen blijven houden. Eén schot in mijn kop en ik... Ah, hij heeft me! He got me good! In mijn kop, ja. Dat hij nog zo'n goede, goed mikpunt erop had. Shit, nu ben ik mijn blauwe kaart... Ik... Oh no! Ik ben al mijn... Hoe heet het? Kwijt. Niet al mijn fuses! Kak! Nu heb ik weer niks! Waarom was de timing zo ongelukkig? Oké, ik ga eens even kijken waar dit hokje zit. Oh, bij de abandoned supermarket. Oké. Nou ja, nu ik hier toch ben, kan ik hier gelijk de home neerzetten. Nou, de home is gezet. Moet ik hier nog iets van meenemen? Klein beetje misschien. Hoppa. En dan zijn we nu weer in onze thuisbasis. Toppie. Even kijken hoe de oven ervoor staat. Die is waarschijnlijk alweer leeggebrand, want ja... Dat was niet al te veel hout wat dit doet. Staat hier bij 40 minuten 1225 hout. Dat wil ik dan eigenlijk wel eens proberen. Die ene calculator gaf iets anders aan. Dat ik echt zat van, wauw, dat is veel. Wacht, dan moet ik hierboven zijn. Oké, ik heb iets meer meegenomen. Dan staat hier 1225. Ik doe 32. Brand maar los, dat gaat gangetje wel. Dan verwacht ik als ik de volgende keer weer inlog en kijk... dat hij dan helemaal klaar moet zijn. Ja, jammer dat het zo heeft moeten eindigen. Nu ben ik echt heel wat fuses kwijt en een blauwe kaart, et cetera. Ja, de timing was gewoon echt puur ongelukkig. Maar ja, so be it. Hey, dat is het aard van het spelletje. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!